2,5 uur later hebben we 31 auto's uit je collectie weggekocht. 31 auto's? Ja, ja. Dus je komt voor één Ford GT. Ja, ja. De gast van vandaag. Dat is niet zomaar een gast. Dat is een fantastische, excentrieke ondernemer en Champions League speler in de handel. Wil je alles weten over de handel en hoe je daar in de top kunt gaan spelen? Dan is deze video echt iets voor jou. Want we gaan naar Shafiq Yari toe. Echt een hele gezellige man die, nou ja, overal handeltjes ziet, ruikt, springt erin, maakt de handel en verkoopt het weer. Business Center 18, we zijn er, we zoeken hem op. Kom met me mee. Een hele goede morgen. Hey man, hoe is het? Ja, goed. Mooi zo. Fijn om je te zien. Dankjewel, en welkom. Eindelijk hè? Ja, het heeft wel geduurd. Ik heb echt hemel en aarde moeten bewegen om met jou een afspraak te maken. Zeggen meer mensen tegen mij, maar dat is wel lastig inderdaad. 9 van de 10 keer ben je in het buitenland. Klopt. Het is uniek dat jij hier in Emmeloord op kantoor bent. Ik ben speciaal teruggevlogen voor een paar activiteiten, onder andere dit interview. Ja, nou ja, mijn dank is groot. Ja. En ik heb er onwijs veel zin in, want ja, jij doet een heleboel hè? Ja, ik doe gevarieerde dingen, dat klopt. Ja, 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 zeker. Maar even in het kort. Shafiq, je bent echt een handelaar puur sang. Je bent op vrij jonge leeftijd ben je hier begonnen. Klopt. In deze regio kom je vandaan. Ja, ik zit in de Noord-Oostpolder. Ja. Ik ben op mijn 18e zelfstandig ondernemer geworden. Mm-hmm. En dat is geëscaleerd naar een concern wat het nu is, zeg maar, in de afgelopen 18 jaar. Ja, super gaaf. Ja. Maar je woont hier niet meer, hè? Nee. Je hebt hier nog wel een huis. Ik heb hier nog wel een huis. Maar officieel woon je in? Monaco. Gaaf zo. Ja. Is dat ook een soort jongensdroom? Was wel een droom, ja. Ja, 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 om daar in Monaco. Ja, dat kan niet toch iedereen zeggen? Dat is een... iets op het wensenlijstje geweest, dat moet je willen, moet je kunnen, moet je in passen. En dat, ik denk dat ik daar wel aan voldoen en dat ik daar wel goed gedij. Ja, ja, dat geloof ik direct. Ja, zeker. En hier in Nederland heb je gewoon een CEO zitten die eigenlijk alle bedrijven runt. Klopt, ik heb een family office opgericht op advies van wat vrienden van mij. Ja. Ik weet al denk ik wie. Ja. Volgens mij is dat Jordi Kool. Ja, dat klopt. Ja, 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 ja. Ja. Ik loop een beetje in zijn slipstream om goed te leren van hoe het moet. Dus ik heb een family office opgericht om de bedrijven aan te sturen, hoe ik dat wil. Het zijn er namelijk best wel wat geworden. Ja, want hoeveel bedrijven heb jij? Om en bij de 25. 25 bedrijven? Ja, 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 ja. Niet normaal, ja, waar ik direct groot aandeelhouder ben of enige aandeelhouder ben. Mm-hmm. En ja, dat is niet meer te doen alleen. En ik ben zelf niet echt een operationele man. Ik hou graag van die trendlijn naar boven. Mm-hmm. Daar kom ik tot mijn recht. En zodra het stabiliseert, moet een ander dat gaan bewaken. En dat spel hebben we gewoon goed uitgebalanceerd. Ja, wat mooi zeg. Ja. Ja. En hier staan we ook best wel wat bij bedrijven. Hier, een kleine omgeving, klopt, zitten wat bedrijven gevestigd. Klopt. Ja. Waar is het allemaal mee begonnen? Want in de telecom ben je als eerst gestart. Ja, ik ben ooit begonnen met een telefoonwinkel in het pittoreske dorp Lemmer. Ik ken nog een familie. Ja? Maar dan aan de andere kant van Nederland. Ja, 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 klopt. Ja. Ja, ik ken ze ook. Ja. Ja. Twee broers die doen bijna hetzelfde. Exact. Ja, maar zeker. Ben jij ook zo gestart? Ja, eigenlijk. Dat is de familie Azimi, ja, die zo zijn begonnen. Bijna vergelijkbaar. Ja, ja. Meen je niet? Gewoon, jij in het noorden van het land en zij in Zeeland. Ja, en eigenlijk nooit handel met elkaar gedaan. Dat is wel jammer. Ja. Maar, wellicht brengt dat in de toekomst nog wat. Dus Salar. Maar even kort voor de kijker, want we gaan straks even over jouw handelskills gaan we het over hebben, okay, want ik vind hem echt indrukwekkend. Okay. Ook vooral die lijn naar boven, hè, die je hebt. Het is een soort sprint die je hebt genomen. Ja, ja, ik zie dat voor windje. Ja, 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 ja. Heerlijk vind ik dat. Maar even kort, hè, hier even de bedrijven die aan zich, want ik zie hier achter jou alarmsystemen. Mm-hmm. Daar heb je gewoon een repair center. Kun je even in het kort ons meenemen wat je hier allemaal gevestigd hebt zitten? Ja, we hebben eigenlijk een telecomtak. Ja. En daarna dat noemen we de linkerpoot en we hebben de rechterpoot, dat zijn de andere diverse bedrijven, daar zullen we straks wel over spreken. Maar we doen eigenlijk van import tot aan recycling, alle processen van B2C en B2B beheren wij in eigen beheer. Okay. Van repair, refurbishment, recycling, import, accessoires, contractverkoop aan consumenten, zakelijke contracten. En in de breedste zin van netwerken aanleggen tot aan... niet de PC, bij sommige klanten ook nog, maar liever tot aan de serverkast. Ja. Dat beheren wij gewoon. Waar ben je het meest trots op in dit pand? In dit pand? Ja. Wauw. Ja, je hebt heel veel, je hebt heel veel panden. Ja, 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 nee, maar, in dit pand? In dit pand, waar ben je het meest trots op? Megafoon wel. Daar, dat is onze groothandel. Ja. Dat was eigenlijk de ultieme droom, hè, van enkelstukjes verkopen.
aan de consument naar volume. En ja. Dat is wel een soort trademark van mij, uh-huh. Volume. Ja, ja. En ja. Daar heb ik zakenpartners uh-huh. bij waar ik heel goed mee, veel van geleerd heb en heel goed mee omga. Uh-huh. En die reis was wel spannend en leuk. Ja. Maar wat Megafoon, wat, dat is veel dat is volume. Een ja. Ja. In en verkoop ook ja. weer. Ja, ja, in en verkoop. Dus, van? Telefoons, mobiele telefoons? Tablets en alles wat daar aan, voor nodig is voor de rest aan, in die handel. Hoe werkt dat nou? Belt Steve Jobs jou op, althans in het verleden? Distributeurs bellen me op, want we hebben voorraad overstok. Oh, ja? En wij kopen graag volume in, parkeren we en dat subdistribueren we in enkelstuks of in kleinere volumes door de hele wereld heen. Wat gaaf zeg. En andersom, dus we kopen uit de hele wereld. En maar hoe komt nou zo'n distributeur bij jou terecht? Ja, het begon gewoon door volumes te bouwen, afspraken na te komen, goede prijzen te bieden. Dat. Wat is je grootste inkoopdeal geweest qua telefoonaantallen? Waarde of aantal? Nee, ja, aantallen. Ja, die zitten toch 37.000 stuks. Jezus, ja, 37.000. Ja, ja. Dat is ook niet normaal. Stressvolle transactie, laat ik het daarop houden. Ja. En die heb je uiteindelijk allemaal verkocht? Ja, zeker. Ja. In de piektijden hebben we daar best wel echt serieuze omzetvolumes gedraaid. Die kun je navolgen of via de KVK, maar doet echt wel mee. Je doet een heleboel, 25 bedrijven, begonnen in de telecom, maar je hebt ook nog een achtergrond. Want je komt niet uit Nederland vandaan oorspronkelijk. Nee, ik ben geboren in Afghanistan. Mm-hmm. En ik ben op mijn derde levensjaar naar India verhuisd en ik heb mijn vierde levensjaar hier gevierd. Oh ja. En, ja. Ben je naar Nederland als vluchteling gekomen? Ja, ja zeker. Niet zoals de huidige situatie in de samenleving is. Dat ging destijds in de jaren 90, begin jaren 90. Wel wat soepeler. Wat soepeler. Ja. We hebben voor een relatief korte periode in het asielzoekerscentrum gezeten. En daarna gewoon een woning toegekend gekregen. En vanuit die positie zijn we... En dat is in de polder. Overigens, dat is in de polder geweest. En ik ben eigenlijk de polder tot een aantal jaar geleden niet weg geweest. Nee, ik heb uiteraard even wat van je opgezocht. Maar ik vind je helemaal niet zo'n gast die uit de polder vandaan komt. Nee, niemand niet. Nee, helemaal niet. Je hebt een vlotte babbel. En ja, weet je hebt ook niet de looks vanuit de polder. Het is hier allemaal best wel bescheiden. Hè? Want ik kom zelf ook uit Friesland vandaan. Mm-hmm. Hè? Dus ik zie ook niet eruit als een typische Fries. Nee. Maar ik weet wel, de mentaliteit die hier een beetje heerst, is doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En dat aardig wat weerstand meegemaakt daarin, maar weet je, ook goede dingen. Mm-hmm. Dus uiteindelijk is het bedrijf ooit gestart in Lemmer. Ja. Want heb je ook nog gestudeerd? Of zeg ik hele gekke dingen? Nee. Ik ben begonnen op het gymnasium omdat ik advocaat wil worden. Maar in onze cultuur word je eigenlijk gedrild om dokter, ingenieur, advocaat of in ieder geval zo'n functie te behalen. Want je bent hier gekomen en je hebt kansen, dus daar moet je gebruik van maken. Okay. Ik had eigenlijk best wel het brein op de rit. Ik had een volwaardige CITO-toetsscore voordat ik naar de hogere school ging. En toen dacht ik, oké, nu kan ik het gymnasium doen en nu wil ik daar wel in voort. Nou, dat was het niet. Dus ik ging Grieks en Latijn, was het toch niet. En ik wou toch niet in de advocatuur. Werd het VWO. Ik ging niet meer naar school. Mm-hmm. Ik ben toen blijven zitten, omdat ik eigenlijk niet aanwezig was. En ik sprak vloeiend Duits. En mijn Duits leraar had daar een mening over dat ik wel goede cijfers haalde. Maar hij mocht het eindcijfer bepalen. Dat was onvoldoende. Oh shit. En toen ben ik de HAVO gaan doen. Dat was geen niveau voor mij. Dat klinkt heel raar, maar ik ging gewoon niet naar school. Okay. Ik was wel aanwezig op school, maar niet in de lessen althans. Dus niemand dacht dat ik mijn diploma ging halen. Die heb ik wel gehaald. Ik ben zelfs geslaagd als enige met een 10 op mijn diploma. Meen je? Ja, op Duits. Ging je dat zo goed af? Ja. Ik leer gewoon makkelijk. En toen moest ik natuurlijk studeren. Dat was commerciële economie. Want dat was dan de meest brede studie. Maar ik dacht, hoef ik weer niks te doen, weet je. Dus dan maar commerciële economie. Ja, en daar ben ik na 2 maanden mee gestopt. Dat is vlot. Ja, toen had ik mijn eerste winkeltje al geopend. Ik was al aan het handelen in mobiele telefoons vanuit mijn slaapkamer. Toen ik het eerste winkeltje opende, ging ik nog 1 dag in de week naar school. Want dat moest van mijn ouders. Ik moest mijn diploma halen. Ja. Nou, totdat ik confrontaties kreeg op school. Dat ik het niet eens was met de
destijds trainers die les gaven op die school. Ik, uiteindelijk heb ik mijn certificaten gekregen en toen kwamen ze kijken bij me op de zaak. En dat was prima, op zouten jongen. En je doet het prima en ga maar. Nou, dat heb ik gedaan. En dat was ook het signaal naar mijn ouders toe dat ik zei, laat me met rust. Mm-hmm. Ik red mijzelf wel. Ja, en toen begon je je eerste winkel. En die was in Lemmer. Klopt. In Lemmer. Mijn vrouw kwam uit Lemmer en daar was volgens alle marktonderzoeken van de grote ketens geen marktpotentie om een winkel te openen. En ik dacht, ja, is wel. Ja. En het verzorgingsgebied is heel groot, heel veel omliggende kleine dorpen. En daar heb ik gelijk in gekregen. We draaiden meteen mee met echt wel de top van Nederland. Ik durf te zeggen top 5 zelfs voor aantallen. Echt? Ja, want het is een heel groot verzorgingsgebied. Ja, we liggen allemaal dorpjes om Lemmer heen, hè, ja. Die dan in Lemmer boodschappen komen halen. Klopt. Plus je hebt het toerisme van de zomer. Ja, en daar heb je dan een heel ander netwerk, want die mensen die varen zijn hele andere mensen. Die komen uit jouw regio of uit het zuiden van het land en die hebben ook een mobiele telefoon nodig. Mm-hmm. Ja, en dat spreidt zich. Ja, en dat die mensen in een vakantiegevoel een topervaring hebben gehad en dat is uiteindelijk waar het om gaat. Herhaling van kwaliteit leveren, doen wat je moet doen, beter zijn als je collega's. En dan vormt dat een keer wat. Sterke bomen groeien langzaam. Mm-hmm. Dat hebben we wel meegemaakt. Ja. Ja, wat goed zeg. Ja. En hoe oud was je exact toen je eerste winkeltje had? Weet je dat nog? 18. En dan ben je 18 jaar, want je bent nu 36. Klopt. En even een aantal. Je bent 36 jaar. Eigenlijk nog piepjong, hè? Ja, dat is toch zo? Ja, maar eigenlijk wel. Ja, eigenlijk. Maar waar sta je nu? Je hebt 25 bedrijven. Even in een nutshell. 3 woningen. Zeker. Toch of niet? Wel meer, denk ik. Ja, nee, waar je leeft en woont. Oh ja, zeker. Dat is inderdaad. Ja, 3. Monaco, Ibiza. En hier in Nederland. En Nederland. Ja. Hoeveel vastgoed heb je? Een aanzienlijke portefeuille. Ja. Bovengemiddeld. Ik denk als waar moet ik aan denken? Even een schatting. Ik denk dat wij 800 individuele huurders hebben. 800? Ja. Dat is dan niet normaal? Ja. Ja, maar dat van je 18e tot 36 heb je... 800 verschillende huurders, ja. Dus dat kan een hotel zijn, dat kunnen cruiseschepen zijn, maar we hebben ook gewoon complete panden, winkels, woningen. Wacht even. Hotels en cruiseschepen. Ja, ook die. Holy shit. Ik ben ergens een andere afslag gaan nemen. Je hebt een telefoonwinkel, maar je hebt ook cruiseschepen. Ja, ik ben ik heb mijn vermogen opgebouwd in de telefonie. Ja. Daar werd ik op mijn 18e voor de keuze gesteld dat ik mijn pensioen moest opbouwen. En daar kwam pensioen, wat is dat? Ja, precies. Ja. Precies dat. En er kwam een getal uit dat ik dacht, dat ga ik helemaal niet betalen per maand. Ik ben 18 jaar en mijn pensioen is op mijn nu 67 of later zelfs. En ik vroeg, wat kan er anders? Ja, dan moet je het zelf doen in eigen beheer. Ik zeg, nou, dan kiezen wij voor die optie. Ja, precies. Zelfvoorzienend, hè? Ja. En we begonnen dus met het eerste pandje te kopen. Echt meteen geknipt en geschoren, want dat heb ik in 2008 gedaan. Maar je eerste pandje kopen, dan ben je 19 jaar? Ja, 20 denk ik. 19, 20, ja. Maar dan ga je naar de bank toe? Maar Nee. Dat ging niet zo. Nee. Ik ging wel naar de bank, maar we hadden al redelijk wat vermogen opgebouwd. Ja. En dat was net de crisis die aan zat te komen. Dat had ik helemaal niet door, was ik helemaal niet mee bezig. Ik was gewoon een gedreven jongen, die gozer die sales deed. Ja, gewoon lekker veel abonnementen doorheen injagen. Ja, en toen kon ik van mijn huurder, waar ik het winkeltje van huurde, 2 units kopen. En die waren getaxeerd rond de 400.000 euro. En hij zei, had ik het uitonderhandelde 300.000 euro. Ik zeg, dat is een goede deal. Dus dat heb ik gedaan. Dat heb ik getekend. En dan moet je 10% storten. En toen ben ik het financieringstraject ingegaan. En die tijd had ik. En dat escaleerde helemaal, want ons bedrijf groeide enorm. We zijn toen, hebben in 2 jaar tijd 11 keer verbouwd. Zo. Omdat we... Te snel ging. Ja. We zaten op 100 vierkante meter met 11 mensen te werken. Het eerste pandje is gekocht. En zelf moesten we verhuizen naar de overkant. Die kans kwam 1 keer, zodat we het bedrijf in 1 keer goed konden neerzetten. Mm-hmm. En mijn eerste huurder betaalde niet. En de bank die kwam na 9 maanden. Ja, we gaan de helft financieren. Eén grote... Alles wat fout kon gaan, heb ik op die leeftijd wel redelijk meegemaakt. En dat heeft me geleerd in de toekomst anders naar te kijken. Ja. En dat heeft geresulteerd waar je nu staat. Ja, en in die tegendraaidse economie deden wij het nog steeds heel goed. Ik denk dat 2009
voor die periode in de telecom een van mijn beste jaren waren. En toen heb ik huisjes gekocht en die huisjes werden rond de 60, 70, 80.000 euro aangeboden. Dat is toch nu ondenkbaar, hè? Nee, dat is helemaal ondenkbaar. Ja. Ik ben vergeten. Ja. Maar toen heb je de meeste huizen gekocht? Elk jaar één, sowieso. En, en dat escaleerde. 1, 2, 3, 4, dat bouwde ik elke keer uit. Ik had het geld niet nodig. Maar even terugrekenen, dan ben je, was je begin 20er, 22. Ja. En dat was dan 2009. Hoe deed je dat? Hoe deed je die financiering? 60.000, 70.000 euro? Uit eigen onderneming. Oké, dus je poestte zoveel verkoop. Ja, zeker, zeker. En door middel van de telecom abonnementen die je verkocht. Ja. En vanuit die winst die daaruit, die investeerde je direct weer in vastgoed. Ja, ik gaf bijna geen geld uit privé. Ik werkte 7 dagen in de week. Dus dat is een mooie eigenschap als je veel werkt. Dat ik ook niet uit kan geven. En toen ik eenmaal klaar was met werken, dat was rond mijn 30ste. Op de 30ste was je dus klaar met je werken. Vond ik. Toen was je wel miljonair. Jazeker. En ik dacht, wat ik nu aan inkomen heb, dat is ruimschoots meer dan ik ooit ga uitgeven in deze setting waar ik destijds leefde. Maar ik hoorde net cruiseschepen, ik hoorde van alles bijkomen. Voorbij komen. Je hebt 25 bedrijven, je bent echt een handelaar. Ja. He, want je, zo, althans zo... Want je koopt ook gewoon auto's en niet zomaar de minste auto's. Ferraris, Lamborghinis, maar ook gewoon hele speciale auto's. Ik heb zelfs Bugatti's gekocht. Ja, zeker. Wat het spel is ik heb ergens... ik ben van niks met niks gekomen, dus ik heb gezorgd dat mijn... mijn verantwoording was voor mijn gezin. En dat heb ik veilig gesteld. En met die conditie dat ik na wat succesjes met mijn vrouw heb overlegd. Van oké, geef me nog 5 jaar. Ik wil 5 jaar zonder die rugzak. Dat heb ik voor jullie geregeld. Opereren. Hoe ik denk dat het moet. Mm-hmm. En dat betekent dat ik me heel comfortabel voel in high risk. Waar de meeste mensen beginnen te trillen en te schudden. Loop ik stoïcijns door en denk ik, nu wordt het spannend, nu gaat het gebeuren. En dat heb ik vaak gelijk in gekregen. En sindsdien doe ik dat ook alleen maar op die manier. Maar high risk, hè? Ja. Voor de samenleving. Zie het helemaal niet zo. Nee. Maar wat bedoel je daar precies onder, voor high risk? Nou, na een cruiseschip bijvoorbeeld is een heel lastig... de meeste mensen om me heen financieren heel veel dingen. Dat doen wij eigenlijk niet, nauwelijks. Dat ben ik gewend, omdat altijd mijn dingen bij business cases waren vrij ingewikkeld voor stropdassen, noem ik dat maar even. Mm-hmm. Dus dat moest ik altijd zelf zien te faciliteren. Nou, en eenmaal dat ik dat zelf al weet dat dat heel lastig is, maak ik het altijd hapklaar, zodat het... alle compliance en eisen en wet en regelgeving die ze stellen, dat dat helemaal tiptop klopt. En dan pas herfinancier ik. Oh ja. Dus in die route daarvoor doe ik eigenlijk alles op eigen benen. Of nog steeds, omdat ik vind dat ze de waardes verkeerd inschatten. Mm-hmm. Vroeger moest ik bedeloom geld. En vandaag de dag krijg ik het eigenlijk aangeboden van, joh, wij willen met jou meebeleggen of mee investeren in de huidige kansen die ik heb. Ik kan natuurlijk met mijn eigen kapitaal maar een bepaalde slag slaan. Die is nog steeds aanzienlijk, maar, maar dat gaat goed. Zo'n cruiseschip bijvoorbeeld is een heel raar object. Dat is wat ouder en onderhoud en water en COVID speelde mee. Dus dat is niet te financieren. Er zit zoveel risico inderdaad. En dan durven mensen niet in te stappen. Nee. Dus en jij hebt dan een cruiseschip? Meerdere. Ja. Maar die heb je gekocht of echt? Wat is de rol van nu van zo'n cruiseschip? Daar zit een noodopvang op voor de overheid, voor de asielzoekers momenteel. Ja. Dus als ik het goed begrijp, je koopt een cruiseschip en daar worden nu asielzoekers in geplaatst. Klopt. Maar dan heb je ook weer te maken, je moet een deal maken met de overheid. Ja. En die connecties staan ook gewoon in je telefoon? De meeste wel. Ja, de meeste wel. Ja. Paar nummers niet nog, maar ik heb een redelijk traject met de overheid gelopen, ook tijdens COVID. Okay. Daar heb ik ze best veel geholpen. Ja, dus ik heb redelijk een... wat races gelopen voor de overheid, een opdracht voor de overheid of in aanverwante instellingen die daarmee te maken hadden. En daar presteerde ik gewoon goed. Ik deliverde wat ze verwachten en ik was handelsman genoeg met mijn eigen centjes om dat in te regelen. En dat zoeken ze. Ze willen nooit commitment afgeven, dus ze zoeken eigenlijk een risicodragende partij. En dat was ik. Dus je hebt nu gewoon concreet cruiseschepen liggen waar asielzoekers op dit moment worden opgevangen? Ja, ruim, ik denk 400. Ongekend zeg. Ja. Misschien wel meer. Ja. En hebben we nog uit diezelfde slipstream een studentenhotel gekocht in Groningen. Mm-hmm. 216 kamers. Zo. En dat noemen we de Village. En daar hebben we een heel concept omheen bedacht. Mm-hmm. De Village, een dorp. Dat de studenten alle activiteiten hebben die ze nodig hebben, begeleiding krijgen. Omdat het vaak internationale studenten zijn. Oh, ja. En die hebben we verduurzaamd. En daar hebben we ook noodopvang in
in ingericht. Mm-hmm. En dat wordt nu voor de studentenopvang weer gebruikt voor na de zomer. Zodra die eruit gaan, dan wordt dat weer noodopvang voor mogelijke arbeidsmigranten of asielzoekers. En dat is echt wel een neusje van handel wat je dan hebt. Wat is de meest bizarre deal die je ooit hebt gesloten? Is toch wel auto's? Ja, daar koop je heel veel in. Daar koop je heel veel in en verkoop je er ook weer. Ja, ik zit wel in een apart segment. Vooral gelimiteerde auto's of exclusieve auto's. Heb ik ook mijn netwerk en contacten in wereldwijd. Maar ik had zelf ook natuurlijk bepaalde ambities als jongen. Hè. Vroeger, dat begon ooit met een Ferrari. En dat is bij mij ook geëscaleerd inmiddels. Maar hoeveel Ferraris heb je gehad? Wauw. Meer dan 15. Ja. En ook tegelijk. Ja. En dat is wel een grap, weet je. Dat had ik nooit kunnen voorspellen vroeger. Nee. Maar daar handel ik ook in. Dus dat is, vind ik ook heel leuk. En vooral die klanten die ik daarmee kan bedienen. En die ik daaruit, het netwerk wat ik daarmee uitbreid. Ja, dat heb ik wel een lucratieve transactie gedaan. Ik had altijd gedroomd van een Ford GT40. Mm-hmm. En die kon ik niet vinden. En toen ik hem een keer op TikTok vond. Op TikTok? Zag ik een Ford GT40 bij iemand staan. Ja, ik verbaas me er zelf ook nog over. Maar ik heb met heel veel omwegen de contactgegevens van de eigenaar gevonden. Maar hoe heb je dat gedaan? Even een beetje de stoute schoenen aangetrokken. En de conclusie was dat ik uiteindelijk de adresgegevens heb achterhaald van die persoon. En zijn telefoonnummer. Duitse meneer. En die belde ik op en die verklaarde me eens voor gek. Toen ben ik in de auto gestapt, ruim 400 kilometer, en ben ik voor zijn deur gaan staan. Nee, echt? Dus hij zei eerst gewoon nee tegen. Nee, hij zei nee, maar ik dacht, dat dit is eigenlijk niet het antwoord wat ik wens. Ik kan die auto kopen en ik wil die auto kopen. En ik stond voor zijn deur en naar menig akkefietje. En wat ik begrijp natuurlijk, als een van de rare flip-fluitketel voor je deur staat. En die zegt, ik wil je auto kopen. Ja. Naar binnen, of ik die auto mocht zien. En 2,5 uur later hebben we 31 auto's uit je collectie weggekocht. 31 auto's? Ja, ja. Dus je komt voor één Ford GT. Ja, ja. En je gaat er met 31 de deur. Ja, die man bouwde wel vanaf. Achteraf bouwde hij wel dan van alles af. Ja. En toen op 3 auto's na. En achteraf wel ook die 3 afgenomen. Maar, wat voor auto's waren dat dan? Varieerde van Mercedes SLS. Tot aan Bugatti. Nee. En daar, dus heb je 31 auto's? Ja, in één keer. Ja. Ja, dat was ook een missie. Oké. Okay. Maar er zaten mooie stukken tussen. En dat was eigenlijk de topmoment van een jongensdroom. Oké, nu is het er. Menig autohandelaar zou daar blij mee zijn dat hij die collectie naar zich toe kon trekken. Ja, en dan heb je 31 auto's. En dan begint voor jou het spel. Het spel. Ja. Toch? Ja, niet? Ja. Dan heb ik een netwerk van mensen die met mij graag op avontuur gaan. En, uh-huh. En dan gaan we een voorselectie maken wat gaat worden verkocht. Wat leggen we voor lange termijn weg. Uh-huh. En wat gaan we nu gewoon zelf rijden of gebruiken. En alle combinaties zijn er, hebben de revenue gepasseerd. Is het dan bij jou ook zo? Want je hebt dan een heel netwerk om je heen aan mensen. Ja. En daar is ook een deel van je succes aan te danken. Ja, ik heb toevallig van de week nog met mijn directie over gehad, als ik zie wat voor reis ik meegemaakt heb, en dat is best een reis geweest, mm-hmm. Is dat wel op dit moment mijn grootste kracht. Ik ben wereldwijd georiënteerd. Ik heb wereldwijd echt sterke relaties en een groot netwerk en in meerdere disciplines. En ik ben ook niet bang om te reizen, hè? Dus en daar handel te doen ook. Mm-hmm. Dat maakt mij nu wel uniek vergeleken met andere partijen. Ja, dat geloof ik direct. Ja. Ik heb een bepaalde entiteiten heb ik partners in. Mm-hmm. En die kunnen één discipline en die gaan dan met me mee. En die geven ook aan, wauw, oké, weet je, wij kunnen alleen maar vastgoed. Of wij kunnen alleen maar telefoons. Dit hebben wij nog nooit meegemaakt, zo breed genetwerkt zijn. Want jij kent echt iedereen, weet je wel. Of heel veel mensen. Maar hoe doe je dat dan? Want jij kent echt, maar ook ver buiten Nederland ken je heel veel mensen. Ja, maar hoe kom je in contact met die mensen? Ja, vaak vinden ze mij of ik benaderen ze als ik wat nodig heb. En dat ontstaat gewoon. Ik was een jonge Tasmanian Devil op jonge leeftijd. Dus ik ben naar wereld overgevlogen. Ja. Ik kwam in Hongkong op beurzen terecht. En ik kwam in... Maar ook het Oostblok, boeit mij niet. Ga maar gewoon Zuid-Duitsland lekker jagen. Italië, kop van. Maar kom je dan op die plekken? Hè, en dan bijvoorbeeld op beurs en dan ga je langs bepaalde stands. Hè, maar ben jij ook echt een jager? Ik wil met die en die en die gaan praten? Nee. Eenmaal als je met mij zaken gedaan hebt, vinden mensen dat fijn en prettig. Mm-hmm. Ervaren ze dat prettig en deliver ik. Dus ik doe eigenlijk met de top van deze regio, doet blind met mijn zaken. Blind. Belt mij gewoon. En die weten het wel. Mm-hmm. Maar die kiezen er bewust voor om,
onder de radar te blijven, zich aan te passen. Ja, dat kan ik helemaal niet. Ik ben extrovert. Ik hou van sensatie, avontuur, vuurwerk. Dat stel je ook wel. Ja, en dat heb ik heel erg proberen te temmen. Dat heeft niet geholpen. En sinds ik dat gewoon heb gedaan hoe ik het wil. Mm-hmm. En ben gaan uitnutten op een positieve manier. Dat mijn operationele kant losstaat. En dat ik als identiteit een ander figuur ben. Mm-hmm. En heel anders naar de wereld kijk. Ja, dat heb ik gebracht waar ik sta. En zo krijg ik de aanbiedingen. Vroeger zocht ik deals, nu krijg ik deals. Vroeger zocht ik geld, nu krijg ik geld. Zo loopt dat nu. Ja, als het maar klopt. Ja. Maar krijg je geld? Zijn dat dan weer mensen die vermogend zijn, die met jou, in jouw geld investeren en jij maakt daar een bepaald rendement op? Ja, ze mogen met me mee. Maar ik ben altijd heel open. Dat is ook misschien wel een valkuil geweest in het verleden. Dus daarom heb ik mijn kring redelijk klein gehouden. Mm-hmm. Ik vertel je precies hoe het is. Ja. En ik deel graag mijn brood. Dus soms heb ik meer deals dan dat ik zelf kan betalen. Dan mag je gewoon aanschuiven. Zeg ik, zo zit het. Wat voeg jij toe? Voeg je waarde toe? Deel je mee? Of wil je je geld kwijt? Dit is het rendement. Bewaak ik het wel? Ik heb nog capaciteit in mijn mensen die dat kunnen bewaken. Mm-hmm. Lift mee. Laat je geld maar renderen. En zo heb iedere figuur zijn eigen risicoprofiel. Ja, zeg ik maar eventjes. Ja. Dus... als iemand zegt, ja, het is mijn pensioengeld bijvoorbeeld, dan zeg ik, nou, wil je stabiliteit, haal ik 6-8% voor je. Heb je 100% zekerheid, hoef je niet na te denken. Mm-hmm. Dat vinden sommigen prettig en sommige mensen willen op avontuur. Dat is ook wat de mensen trekt. Hè? Ik heb natuurlijk wel een paar keer moeten deliveren, meerdere malen moeten deliveren. Mm-hmm. Anders ga je natuurlijk niet met mij mee investeren. Maar nogmaals, op de meeste ondernemingen bezit ik zelf in zijn eigen beheer, omdat het nog wel eens te spannend is voor sommige mensen. Ja, ik snap wat je zegt. Maar heb je dan een soort ook van investeringsrondes? Hè? Dus dat je, nu moet ik weer even wat centen ophalen bij verschillende ondernemers? Ja, wel. Ja, nee. Dat gaat ook natuurlijk bij mij. Want dat bespreek ik dan met jou bijvoorbeeld. En dan zeg je, dat zie ik ook wel zitten. En dat, precies. Maar ik ben niet heel veel extern, eigenlijk geen extern kapitaal aan het ophalen. Vooral binnen het huis halen. Ik heb ook nog wel wat aandeelhouders die wat vermogend zijn in bepaalde entiteiten, die ook nog wel eens een keer op me doen. En ik haal het vaak met de mensen waar ik al een transactie mee gedaan heb. Waarom niet? Maar het is nu helemaal niet eens ter sprake. Maar ik ben bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord bezig met bijna 300 woningen, al dan niet meer. Dan zal ik wel ergens een keer ergens aan de deur moeten kloppen van hey, help. precies. Maar op dit moment is het echt wel op eigen benen erin. Ja, ik vind het echt heel indrukwekkend. Is dit een soort van eindstation waar je nu bent? Weet je, ik heb gewoon wat ideeën nog. Dus laten we zeggen dat we, als we gewoon doen wat we moeten doen en bewaken wat er is, is het meer als voldoende, denk ik, voor meerdere gezinnen, als ik realistisch ben. Maar blijf wel gewoon lekker jezelf. Weet je, ik ben wel gewoon de jongen die het liefste baard niet scheert. En 3 maanden ook goed. En ik kan me rustig gepast aankleden waar dat moet. Hè? Maar doe maar normaal. Dat heb ik dan weer van hier. Daar kan ik ook wel heel erg van genieten. En als ik dat dan zie, dan denk ik, oké, dat kan ik altijd nog. Ik kan sowieso nog 4, 5, 6 jaar een sprint trekken om nog een keer een niveau hoger te halen. Die doe ik wel met een hele goede gedachte gaan. En ik ben ook wel heel gedisciplineerd daarin. Als het dan niet lukt, eerste verlies is het beste verlies. Maar wat is dat niveau dan, het volgende niveau? Kijk, ik heb gewoon 2 masterplannen waar ik zelf heb ontwikkeld in mijn brein. En die wil ik gewoon executeren. En mijn visie op de wereld is dat zijn mogelijk wel miljardenbedrijven, ja. En niet dat het nodig is, niet dat ik het nodig heb, niet dat ik het per se wil. Maar ik ben denk ik een van de weinige mensen die dat kan. Mm-hmm. Zeker met een team om me heen, maar de know-how in die branches, vooral de telecombranche, heb ik innovatieve dingen ontwikkeld en bedacht. Die is er niet meer. Veel mensen zijn of in loondienst of werken voor een corporate structure en kunnen niet zo flexibel bewegen. Nou, ik denk dat ik alle middelen al heb en een paar aanpassingen moet doen en dan het vooral moet executeren. Ja, precies. Dat wil ik nu gaan doen. En als dat niet lukt, mezelf kennende zal ik niet gaan opgeven, dus ik denk wel dat het lukt. En nu ook de middelen er zijn, maakt dat het makkelijker. Ja. En als het niet lukt, dan prima, maar dan neem ik gewoon waarschijnlijk op mijn 40ste een nieuw momentum om te beslissen hoe mijn leven de aankomende 10 jaar uit gaat zien. Ik heb kinderen, die moeten een stabiliteit en een beetje vastigheid krijgen. Ja, zeker, maar die groeien in Ibiza, groeien ze op, hè? Ja, die groeien in Ibiza. Is dat bewust? Ja, ja.
Mijn vrouw is een hele belangrijke factor daarin. Die heeft een andere visie op het leven als mij. Ja. Gewoon, niet in alle vlakken, maar zij is de yin, ik ben de yang. Ja. En daar mag je je eigen invulling aan geven, maar zij is een heel ander karakter dan mensen als mij. En ik denk dat dat goed, soms vuurwerk is, maar ook heel goed matcht. Ze is al heel lang met mij en ze weet precies hoe ik werk en wat ik doe en waar ik wel deliver en waar ik niet deliver. En als je dat goed oplost met elkaar, dan komt dat goed. Zijn er nog dingen vanuit jou die zeggen, nou, die moet je nog even meenemen? Waar de wereld misschien naar moet kijken is, ik heb een dusdanig goed sterk team staan. En die hebben ook ambities. Mm-hmm. Wij zijn op zoek naar bedrijven om over te nemen. Eigenlijk boeit het me niet. Wat voor type bedrijven? Nee. Oh, nee. Vooral bedrijven die lastig verkoopbaar zijn, maar wel winstgevend zijn. Daar zit voor mij de uitdaging. Met een EBITDA van 500.000 euro of meer. Dan is het voor mij interessant om er naar te kijken. En wat voor factor moet ik dan aan denken? Ja, dat ligt echt aan de branche. Want dat kan 3 zijn, dat kan 2 zijn, kan 5 zijn. Dat ligt echt aan wat ik krijg. Ik wil wel uitdaging. Dus wel iets wat niche is. Of wat heel moeilijk in de markt te verkrijgen is. Mm-hmm. Daar wil ik wel, heb ik wel een team voor om wat mee te kunnen doen. Ja. Daarnaast hebben we een heel opleidingsprogramma voor onze eigen mensen. Mijn family office is mega support. En mega support faciliteert ook in teambuildings en restructurings en herorganisaties van bedrijven. Zowel als bedrijven die we overnemen, maar ook voor externe. Mm-hmm. En daar heb ik wel een soort visie over. En die promotie komt eraan. Dus wellicht is dat tegelijkertijd met het feit dat wanneer het interview wordt gelanceerd geuit. En dat is echt wel heel mooi om te zien hoe dat... Ik ben heel benieuwd. Ja. Je wil eigenlijk nog... Je hebt nu 25 bedrijven waar je in participeert. Dus eigenlijk moet dat nog eens een keer een dubbele worden. Nou, ik wil vooral bepaalde elementen ga ik rustig afschalen. Waar een andere eigenaar beter bij past. Hè. Dus ik verkoop ook wel bedrijven wat niet meer bij ons past. Wat het volume goed genoeg is voor iemand om goed van te leven en te eten. Maar wat voor ons te weinig is. En dat het de capaciteit van mijn geskilde mensen inneemt. Ja. En dat wil ik voorkomen. Ik wil dat de talent van mijn mensen moet zich ook gaan uiten. Ja. Dus ik heb 5 toppers daar rond zitten. Die moeten ook zichzelf exploreren. Als die ook allemaal 5 bedrijven zullen krijgen, dan hebben we 25 bij. Dat is wel blij. Dat zou toch krankzinnig zijn? Ik zeg nooit nee. Dat gaat de toekomst bewijzen, denk ik. Zeker. Top. Ja. Dank voor je verhaal. Ja, ik wil je bedanken. Ja, top, man. Ja, zeker. Leuk. Ja.